Hallo. Mijn naam is Jurgen Rijgman voor Libara TV en ik sta hier zo in Amsterdam voor het Paradiso, waar zometeen een boekpresentatie wordt gehouden voor Stichting Julius Leef. Dit om het heugelijk feit dat ze 5 jaar bestaan. We gaan eventjes naar binnen om een kijkje te nemen hoe het er aan toe gaat. Wat vond u van deze avond? Ik ben zeer geraakt. En ik heb ook inspiratie weer gekregen na vandaag. Er was weer een prachtige bijeenkomst waarin we zien met elkaar hoe de historie van Nederland is. En hoeveel er is om bij stil te staan en dan op een manier dat het gaat om de mens. En niet om de regels, de procedures, maar om de mens. Ik vond het een geweldige avond. Ik vond het geweldig omdat John Nerdam heeft laten zien dat je met multicultureel theater echt gewoon verhalen kan vertellen die iedereen raken. Het zijn mooie verhalen die eigenlijk de geschiedenis vertellen, maar die het op zo'n manier doen dat je echt erover gaat nadenken. Ja, eerlijk gezegd, ik vind deze avond altijd een feestje. Dat vind ik al sinds de stichting is opgericht. En ik heb geloof ik alles altijd gezien. En het is aan de ene kant vind ik het een warm bad. Want ik vind het altijd ontzettend leuk. En tegelijkertijd kom je hier ook altijd met enorm veel emoties vandaan. Dat ligt ook aan de onderwerpen. Het ligt aan de manier waarop die vorm worden gegeven. En vanavond kwam het allemaal weer langs. En wat vindt u van het belang van dit initiatief? Ja, ik vind het heel belangrijk. En Het boekje wat we net allemaal hebben gekregen, geeft het ook mooi weer. Hè? Onverwerkt verleden, daar gaan eigenlijk al die onderwerpen voortdurend over. Ze halen een belangrijk deel van de geschiedenis die Nederland heeft met zijn oude kolonies. Haalt hij weer boven water. En ik denk dat dat goed en nodig is. Ik ben Henry Does. Ik publiceer onder de naam Theo Parra. En ik ben een van de auteurs in het boek. En vorig jaar is mijn boek verschenen, De Schreeuw van Bastion Vere, om de rechtsorde in Suriname. En om welk boek gaat het nu? Want u geeft aan dat u de auteur bent. Welk boek is het dan, wat u nu heeft geschreven? Dit boek, Suriname en ik. Dat is een verzameling van mensen in Nederland, Aruba, Curaçao, die een band hebben met Suriname en schrijven wat het land voor ze betekent. En uw gedeelte daarin, kunt u daar een stukje daarover beschrijven? Ik heb met name geschreven over mijn getuigenis voor de krijgsraad in Suriname tegen Boudersen en Seeuw en het militaire regime. En dat was 2 december vorig jaar. Zo'n dag als vandaag is niet alleen maar inspirerend, maar het geeft je ook wel kracht. En dat geeft je ook wel een soort van drijfveer, een motor die aanwezig is. Dat je weet dat je goed bezig bent. Dat je weet dat er heel veel verhalen verteld moeten worden. Maar het belangrijkste is dat de mensen in de zaal, dat het overkomt. En dat je voelt dat de zaal in dialoog treedt met de mensen op het toneel en met jou als maker of aanstichter van zo'n dag. Waar wij voor staan is dat wij, zoals het boekje die we vandaag hebben gepresenteerd, Onverwerkt Verleden, allerlei verhalen die in het verleden naar ons gevoel eigenlijk nooit verteld zijn, of nauwelijks verteld zijn, die proberen wij in dialoog, door middel van zang, muziek, verhalen, op het toneel, met politici, bekende Nederlanders, acteurs, actrices, proberen wij dat die verhalen te communiceren naar eigenlijk naar het hele Koninkrijk in Nederland. Nou mensen, ik heb hier hartstikke genoten vanavond. Stichting Julius Leef heeft ervoor gezorgd dat ik weer nieuwe kennis heb opgedaan. Ik heb daarnaast ook interviews gedaan met mensen waardoor ik nog meer nieuwe kennis heb opgedaan. Kortom, het was een geslaagde avond. Mijn naam is Jurgen Rijgman voor Libara TV en ik zeg adios.